U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Terwijl in het noordoosten van Nederland een dunne laag ijs op de sloot is ontstaan en die ook blijft bestaan overdag, is het in het zuidwesten van het land wat zachter en valt van tijd tot tijd wat lichte motregen. In elk geval is het in een groot deel van het land bewolkt en dat zal het ook wel blijven. We zien wat uh, spaarzame opklaringen boven het uh, westen van Duitsland. En die spaarzame opklaringen trekken heel langzaam wat meer onze kant op. En dat betekent voor vanavond dat er misschien hier en daar een opklaring voorkomt. Maar op de meeste plaatsen blijft het tamelijk bewolkt. Het koelt in het oosten af tot net onder nul. In de rest van het land blijft de temperatuur vooralsnog iets boven het vriespunt. Maar vannacht daalt de temperatuur wat verder tot min 2 graden als het wat meer opklaart. En onder de wolken tot 0 graden of net iets daaronder. Morgen hebben we te maken met af en toe een beetje zon, maar in het algemeen is het toch nog steeds veel bewolking. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Het wordt 1 tot 4 graden en de wind waait matig tot vrij krachtig uit het noordoosten. Dan de donderdag nog heel weinig verandering. Vrijdag gaat de wind draaien en wordt westelijk. Dat betekent dat er langzaam wat zachtere lucht onze kant op komt. Vrijdag wordt het 3 tot 6 graden. In de loop van de dag kan in het westen van het land een bui vallen. En in de avond breidt die neerslag zich langzaam wat meer naar het oosten uit. Zaterdag zitten we in wat zachtere lucht met gemiddeld 8 graden. En zonnige perioden overwegend droog weer. De dagen die volgen laten wisselvallige condities zien. Ook grote verschillen. De bandbreedte is behoorlijk groot, het lichtgrijze gebied, vanaf begin volgende week. Dat betekent dat de onzekerheid in het weer ook behoorlijk groot is. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.